tekenen. Hey, hey, het is weer de hoogste tijd om te tekenen. Doen jullie mee? Hebben jullie potlood en papier al klaar liggen? Ja. Top. Jean-Paul, mag ik al eens kijken naar onze tekening van vandaag? Spannend. Ja. Vroomtutuut. Oh. Oh, leuk autootje. De potloden en we vertrekken. We gaan beginnen met de kast onderaan hier. Rechthoek. 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 In het midden van je blad een rechthoek. Ongeveer, ja. In het midden van het blad. Nu gaan we daarboven nog een rechthoek bij optekenen. Het mag al bijna vierkant zijn. We gaan beginnen met de wieltjes eronder te zetten. Dan nog een cirkeltje binnenin voor de band veilig. Dus we gaan zo gaan, zo en zo. De auto is niet recht. Nee. Dus we maken er een schuin kantje. Een schuin kantje. Oei. Net uitgeschoven. Ja, dat is niet erg hoor. Kijk, we gaan een clipje bijzetten. Dus, en dan moeten we natuurlijk dan hier wegkomen straks. Hè. Hier, zo. Dus nu moeten we nog een deur maken. Hè. Die eerste lijn. Mm-hmm. Gewoon doortrekken naar beneden. Ik heb een lekke band. Zie. Dat is een bubbel op. Gewoon een beetje bijpassen. Ja, zo. Dat is weer al opgelost. Dat is een snelle garage. Natuurlijk, wat iets belangrijk is, dat is... Het stuur. Het stuur. Kijk, dat is gewoon weg... Een schuine streep. Een schuine streep. Die gaat naar de wielen natuurlijk, deze stang. En dat is het stuur. Dat kun je wel eens in stift zetten, hè? Ja. Yes. Voorrecht. Achteruit. Ja, Josje, dat is goed. Goed. Heel goed. Ik vind de mijne te hoog. Dat zit de schietstoel in. Het is niet gemakkelijk. En nu... Het dingetje. Ik ga een flitspaal tekenen. Een flitspaal? Ah, ja. Ik ben nieuwsgierig. Ik ook. Gewoon een paal. En dan het kastje op. Hè. Maar dat is niet zo eenvoudig. Hè. En dan flitst hij. Kijk. Zo, met tik, 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 tik. Ja, maar je mag niet te snel rijden. Nee, eigenlijk niet. Maar misschien gewoon flit omdat het zo'n mooie auto is. Zo. En Christel? Mijn auto is heel goed voor het milieu, dus bij mij komt er geen rook uit de uitlaat, maar bloemetjes. Ah, mooi. Ah, dat is lief. Dat is romantisch ook zelfs. Ik wil van de mijne een raceauto maken. Dus ik wil daar een nummer op zetten. 53. Oké. Okay. Ja, zo. Goed, zo. En ik ga de bestuurder tekenen. Ik rijd bergop. Je blijft wel steken met je bumper in het asfalt. Dankjewel, Jean-Paul. Nu kunnen wij de perfecte auto tekenen. En lieve tekentalenten, ik hoop dat jullie er volgende keer weer bij zijn voor een nieuwe tekening. Tot dan!